I feel paralyzed. Hartelijk welkom dames en heren bij Rollercoaster Tycoon 3, het spel waarin wij een pretpark bouwen zonder naam. Nog altijd. Ik heb nog altijd geen idee hoe het gaat. Maar wij gaan eens even in bezoekersperspectief rondlopen. Jullie zien dat ik even mijn GSM heb aangenomen dat ik geen melding meer heb. Alles in erop en eraan. Als je binnenkomt zie je natuurlijk dat prachtige reuzenrad. Maar wij gaan naar een attractie. Jullie zien hem daar al staan. Ik loop er nu, ja, je kijkt er nu rechtop. De Flying Shy Guy. Ik heb er net een half uur aan liggen werken. Trouwens, ik heb de Splash Mountain ook afgemaakt. Dus we nu kunnen beginnen aan een nieuwe attractie. Ik moet mijn hekje zetten, zie ik. Maar ik heb de Flying Shy Guy een nieuwe update gegeven. Ik ga eens even kijken of ik hem aanklik. Ik ga dadelijk in. En ik weet niet als jullie dat zien, maar ik denk niet dat jullie dat zo gaan zien. Maar als ik kort erbij ga, gaan jullie het sowieso wel zien. Misschien, ja, nu zien jullie het denk ik ook wel. Jullie zien het waarschijnlijk wel. Ik kijk er eigenlijk de hele tijd op met trots. Ik heb toch wel custom ondersteuning geplaatst. En waarom? Ik weet het niet. Maar ik heb het gedaan en het is mooi geworden. Ik ga even de wachtrij doen skippen. We gaan de Flying Shy Guy op test zetten. En we gaan er eens even een keertje in zitten. We gaan nog eens een keer in zoeken. Flying Shy Guy heeft dus nieuwe ondersteuning gekregen. Custom ondersteuning. En ja, ik vind het wel mooi. We gaan het nog eens doen. Lang geleden dat we dat nog eigenlijk gedaan hebben denk ik. We gaan nog eens doen. Jullie zien die goed ondersteuningen. Soms raak je de baan wel niet, maar dat soms kan ik gewoon goed weghalen. Soms raak je de baan dus niet, maar niet getreurd. Maakt eigenlijk op zich niet zoveel uit. Als je de baan niet raakt. Dus ja. Leuk achtbaantje nog altijd, Flying Shy Guy. Aan de layout is niks veranderd, maar het is dus gewoon dat de ding helemaal veranderd is. Even aanzetten en dan weer uitzetten. Zo, we gaan verder. Ik loop even via de uitgang. Voilà. Even kijken. Door de treintjes. Loop ik even via naar de uitgang toe van de Flying Shy Guy. Voilà. We gaan eens even naar de volgende attractie en dan komen wij natuurlijk het piratengebiedje eigenlijk binnen. En dat is dus het piratengebied dat hier. Dat houdt dus in dat wij hier het schommelschip hebben. En natuurlijk onze nieuwe attractie die ik afgemaakt heb. Helemaal station, alles erop en eraan. Dat is de Splash Mountain. Die zijn alle twee klaar voor opening. En zou zeggen, we gaan eens in de Splash Mountain. En dat gaan we ook doen. We horen de waterval al. We gaan nu in de Splash Mountain. Voor de eerste keer. Denk ik dat het is. Maar we gaan nu echt de officiële onderhoud doen van de Splash Mountain. Ik ga hier op de camera. Ik kan Ctrl-Shift. Was het weer Ctrl-Shift 0? Ja. Oké, dan moet ik dat van houden voor straks. Na de opname ga ik hier een camera-opname inmaken. Voor een officiële zeg maar een trailertje van deze attractie. En dat ga ik hetzelfde doen voor de Flying Shy Guy. Dus dat wordt heel awesome. Goed, we gaan dus nu even naar boven. De trapjes op. En dan gaan wij de op testen zetten. En we gaan vertrekken. Oh shit, we zijn eruit. Kunnen we nog goed zien. Maar eigenlijk zo zien we het nog een beetje. Oh, die zitten op de neus. Dat is eigenlijk nog wel raar. Ja, allemaal. In het touwtje zelf zien we natuurlijk ook wel. We gaan hier dus onder een boomstronkje. Dit is van dat wrak. Van het wrak gaan we eronder door en dat heb ik nog geplaatst. Eerst de dekking met de achteruithelling. Natuurlijk niet te vergeten de achteruithelling. Niet, ik heb heel wat bomen geplaatst. Heel wat bomen zijn geplaatst. En die gaan alle kaartjes uit de tijd doen. Ik ben ook allemaal stilgevallen natuurlijk. Ah, ik zag die als ik naar boven ga, gaat hij naar onder of naar onder gaat. Ja, maar niet uit. Oké, we zijn boven. Gaan draaien. We gaan draaien. Achteruit gaan. Het is een raar effect. Maar natuurlijk als je een toverlam hebt geweest, dan heb je het sowieso alles gedaan. In de hoekstandjes gedaan. Ga je binnen hoog achteruit. En wij gaan nu buiten. We zien daar dadelijk dat de hoekstandjes.
waterval. Schitterend. Ik vind het echt schitterend. Het maakt veel lawaai, die zit er bovenuit, probeert te praten. Wat er boven staat je aan? Super. Wanneer gaan we eigenlijk terug draaien? Ik zeg, moet ik even denken. Ik ga naar bovenop, bovenop gaan we terug draaien. Dat klopt. Bovenop gaan wij pas terugdraaien. Dacht ik. Dacht maar wel. Ik dacht dat we bovenop pas terug gingen. Ja, ik denk het wel. Ik ga er wel vanuit. Dan bovenop terugdraaien. Heavy lawaai, maar dat is met die waterval. Ja, daar gaan we terugdraaien. Ik zie daar al de uitsparing. Denk ik. Ja, daar. Oké, we gaan draaien. Een grote daling doen. Heel grote daling, gaan we die halen. Ja. Met een fotootje. Dan doen we nog een bergje. En dan komen we aanmelding in het station. Wat wij zet van naderbij gaan bekijken. En we ook nog een klimtje althans. De Flying Shire, dat maar dit is de Splash Mountain. En het station natuurlijk. Heel erg mooi. Dag is niet van de dingen set zelf. Die heb ik van het spel set gebruikt. Maar voilà, we zijn in het station. En ik kan hem even openzetten en weer sluiten. Dit was de Splash Mountain. Ik ga even mijn cameramodus terugzetten naar het normaal. En wij zijn hier dus nog niet echt klaar. Ik ga eens even kijken als er een attractie is. Een gewoon staan attractie in het thema van de piraten. En dan komen er twee tegen. Piraatschip hebben we al. De Phoenix Twister. En de piraatschip. Maar het schip hebben we dus al. Het staat daar, hè. Halve maan. Dus, deze in de stad. Dus is dat ook echt wel piratenstijl? We moeten even goed kijken. Nou, eigenlijk. Er kan beter iets anders gestaan. Ik ga heel even tussen de attracties doorbladen. Alles even aanzetten. Ik heb ook camera's attracties, maar die gaan we natuurlijk niet neerzetten. Wat kan hier wel mooi staan? Iets wat hier tussen mooi kan staan. Moet ik eens even gaan kijken. Enterprise. Zou kunnen eventueel. Wat hebben we nog? De Valde, maar die is voor het spookgebied dan sowieso. Hebben dus al deze. Ja, ziet eigenlijk. Dus zeg maar die Evolution, zo heet die. Zeg maar het eigenlijk. Ik ga die hier tegen de rand op zetten. En de ingang wijk. Daar maakt een uitgang hier. Ik ga hem heel eventjes de ingang een beetje anders, want dat is nu natuurlijk. Dat is de invisibility ingang. Die moet ik even normaal. Ja. Normaal maken. Of natuurlijk. Zeg maar. En de uitgang hetzelfde. Want dat ziet niet echt mooi uit anders. Vind ik. Oké, we gaan heel eventjes de petcovers nemen. En ik heb dit opgeslagen. Dus ik heb een aangepaste constructie. Wat opnames, zo heet dat. En nu is het een beetje gedraaid weer. Zo, we moeten nog een paar petcovers eigenlijk zelf aanleggen, maar dat doen we daar. We gaan eerst de wachtrij doen. En dan wiggelen in de wachtrij. Zo, de uitgang die is natuurlijk zo gemaakt. Want dat moet dan niet maar zo doen. En dan is die uitgang ook alweer klaar. Ik ga de hekjes pakken voor deze wachtrij te maken. En die staan hier.
sneaks. Dit zijn niet deze hekjes die ik gebruik. Ik gebruik hekjes, custom hekjes. Moet ik ze even zoeken. Ik heb een set met hekjes, zwaar daar had die. Hier, hij staat hier ergens, hier, Mobby X-Railings. En moet ik even naar de rechte toe, rechte hekjes. Is dit recht? Nee, dit is geen recht hekje. Dit, ik moet eigenlijk de... Ja, dit is wel een recht. De kleur. Ja, ja, ik vind het eigenlijk op zich zo'n kleur. Is wel goed. Het past ook wel een beetje bij dat pad wat erover komt. Natuurlijk komen er de petcovers erover. Weet jullie ondertussen wel dat ik er ook wel petcovers over smijt. En dan gaan we hier eventjes hier de hekjes plaatsen. Rond de attractie nog de hekjes. Die waterval maakt soms, ik vind het soms, het is mooi die waterval, maar het maakt gewoon tiegelijk veel lawaai. Kijk, die hekjes kosten ook gewoon helemaal geen geld. Dus, ja, lekker handig. Het kost gewoon geen geld. Dus ik zou zeggen download zijn, dan kan je ze in je carrière gewoon gebruiken, ze kosten helemaal niks. Ik wil net zeggen, wat is dit, maar dat is een ladder voor bij de motor te komen, denk ik. Ja. Dat is wel wat realistisch, vind ik, van de rollercoaster. Oké, we hebben alle hekjes geplaatst. Dan kan ik ze nu gaan weghalen. Dus, voilà, daar hebben we geen last meer. Oh shit, ik ben hier al voor geplaatst. No probleem op. Ik heb ze nog. Zo, nu zijn ze wel geplaatst. Ik ga de petcovers nemen, die staan hier. Oh, met de verbreintjes petcovers. Volgens mij zijn het deze die wij hebben. Ja, dit zijn de petcovers die wij gebruiken. Heel eventjes dit toeleggen en dan gaan wij dadelijk als speedbuildend een nieuwe attractie bouwen. Want anders wordt het misschien een te lang afje. Het wordt een divecoaster, dus het wordt geen lanceercoaster. Ik heb een nieuwe divecoaster met heel brede kar. Daar heb ik het station zeg maar over ontstaan. Plus, ik ga dadelijk even ook een station neerzetten. Een klaar station. Voor een monorail. En daar moeten we dus even rekening mee houden dat ik dat ergens neerzet. In het begin. Dat ga ik nu even doen. Ik ga die snel even pakken. Waar staat die? Hier moet die hier staan. Dat is van de uit Disneyland denk ik dat wel komt. Maar kijk, dit is zeg maar een station van de monorail. Dat is dus een station van de monorail. Het is groot, maar... Ja, we moeten dit ergens tussen plaatsen gaan. En ik denk dat dat op zich... hier niet echt een probleem gaat geven dat die hier staat tegenover de Flying Shy Guy. Vind ik eigenlijk vaak nee. Ik denk dat we hem hier dus gaan afwerken, dus daar komt dat ingangpad ding onder. Ik weet niet wat het precies is. Ik ben nog nooit in Disneyland geweest, volgens mij staat hij wel fout. Volgens mij staat hij fout, dan moet hij zo staan. Ja, dan hebben we de iron fences van de achterkant, die moeten hier zo. Dan hebben we de hekjes van de voorkant, die moeten zo. Dan hebben we hier nog iets, nee, de lamp van de wal, weet ik precies wel hoe. En dan hebben we hier nog wat dingen voor op het dak. Voilà. Er staat dus wel Main Street USA Disneyland Paris op, maar dat trekt me geen zak van aan. En als we het nog maken, krijgen we lag. Dus ik ga het weer dag maken. Dan trouwens hebben we de prijs. Hoe is dat de prijs? Gewoon op een euro. En deze, even kijken, 50 cent. Die wil ik maar naar een euro zetten. Oké. We gaan hier even de... het begin maken van die monorail. En we gaan even kijken welke, want er zijn verschillende soorten monorail die we kunnen pakken. We hebben de Dasmate.
Classic Trams, maar ik denk dat die hangende monorail is ook wel leuk, maar dit is de gewone monorail van het spel, dat zijn de trams. Ik denk dat we voor de Dasmate Packjet gaan. Van Fantasialand komt dat, maar dat doet mij eigenlijk niet echt veel. Het station gaan we dus maken, hier binnenin. Moet ik heel even goed mikken gaan. Want dat is, ik heb wel eens een attractie hierin gemaakt en dat was een normale junior poster heb ik hierin gemaakt. Die staat er ook. Zo dan, dat wel goed. Ah nee, ik zie dat ik het ding niet symmetrisch goed heb gezet. Dus we moeten eerst gewoon even weghalen en opnieuw plaatsen dadelijk. Want ja, het kwam niet goed uit. Dus we moeten het even goed zetten. Ik ga eerst het ding, het grote huis zetten. Daarna ga ik de monorail maken. En daarna ga ik hem terug afwerken pas. En als we hem dan weer fout hebben staan, dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Hier staat hij. Base. En denk dat dit is... dit is eigenlijk een zoontje staan. Denk dat hij zo nu... Nee, net, denk dat hij net ook al zo stond. We kunnen dat testen met een stukje pad. Nee, is dat weer fout. Kijk, we moeten naar dat pad. Moeten we hem kunnen brengen. Want als we hem daar tegenop zetten, dan zit hij wel juist. Dat hebben we dus weer fout ingeschat. Maakt niet uit. I open my eyes. Tonight I feel like waking to a better life. Tonight I feel like waking alive. Tonight I feel like waking alive. Tonight I feel like waking alive. Maar we hebben dus het station klaar. En ja, we kunnen nog niet echt een traject maken, want we moeten binnenkort een nieuw ding maken. Maar nu gaan wij als speedbuilder dus deze duikbooster maken met deze grote karretjes. Ik heb hem weer terug van bouwen. Jongens, geniet van de speedbuild. Duifkoester bouwen, want het gaat niet echt goed met die brede trein. Wat past hier nu nog wel? Een hangende aqua, denk ik. Dat is wel leuk om te bouwen. Alhoewel, houten armen is ook altijd leuk om te bouwen. En dan ga ik misschien nog voor de bobslee. Waarom? Ik denk dat ik gewoon bobslee heb. Of zo. Bob. Ja. Bob, Junior hebben al. Yeah. We hebben van alles wat we kunnen kiezen. Bob, spinning steel, natuurlijk een spinning steel. Jongens, wij gaan een spinning steel coaster maken. Ik denk dat we gewoon een simpele achtbaan gaan bouwen. In plaats van zo'n... een zeer slim shuttle zou eigenlijk ook nog niet slecht zijn. Als we dat zeggen.
ik kan hem toch weghalen. Jammer, maar ik kan hem toch weghalen. Ik moet echt in dit gebied iets maken van... Waarom dat we niet gewoon even een gewone, een heavy tilt? De discus bijvoorbeeld. Waarom doen we zo moeilijk als we gewoon een attractie kunnen zetten? Nee, eigenlijk wil ik wil hier eigenlijk een achtbaan. Ik denk dat ik voor een dingen ga gaan. Met mijn treintjes. Dat ziet er eigenlijk wel niet slecht uit. Hebben we daar een ontwerp? Daar is geen ontwerp, dat is jammer. Dat is jammer dat ik geen ontwerp heb. Dat heb je hier. Wat? Ja, die deed ik niet slecht, denk ik. Ga eens kijken. Heel kleine dive coaster, dat wel. Dat is een heel simpel achtbaantje. Maar met een heel klein stationnetje. Nou, ik denk dat we hem toch gaan weghalen. Hebben wij een achtbaan met een houten achtbaan. Dus waar wij een groot ontwerp hebben. Groot ontwerp. Het zijn allemaal kleintjes. En dat willen we niet. Nee, ik heb toch eigenlijk gewoon een stalen achtbaan. Gaan. Zo'n stalen achtbaan. Voilà. Wow. Oh, jongens, ik denk net ergens aan. Ik heb het baanconcept voor ook met de originele karretjes opgemaakt. En waar heb ik ze staan? Ik heb het ook opgeslagen, de baanontwerp. Heb ik dat baanontwerp niet opgeslagen? Oh shit. Ik heb het baanontwerp niet echt opgeslagen. Maar mijn... Oké, ik heb het baanontwerp blijkbaar dus niet opgeslagen. Jongens, wat ik nu ga doen is even de opname stoppen. En ik ga die vogel ook even opslaan in het andere park waar ik hem heb gebouwd. Dus tot zo. En hier staat hij dan, dames en heren. Vogelrok met de originele karretjes. Die zit erop staan zelfs. Vogelrok. Ik heb hem nagebouwd uit die replica. Ik heb de baan overlap gedaan. En alles is perfect, denk ik. En ik kan dus nu eindelijk hier dat zand weghalen. En terug even gras maken. Even buitenbeurs. Ik zit in die foute dingen. Ik zit fout, ik moet dit hebben. Gas. Weg met dat zanddier. Voilà. Weg. Voilà. Alle zand is hier weg. En vorige ook doet gewoon zijn right. Nice. Meer heb ik hier voor niet aan toe te voegen. Misschien dat we een betere pad naar voren gaan opzetten. Dat is wel... Ah nee, want hier komt het pad natuurlijk af te doen. Dames en heren, dit was de aflevering voor vandaag. En volgende week gaan we gewoon verder met deze dingen, met het parkje. En de vakantie zit erop helaas. Ik wil net zeggen, ik wil het niet op. De vakantie zit er helaas op. Maar ja, daar kunnen wij niks aan doen. Daar ga ik hier niet aan bouwen aan deze monorail, maar er staat nog een treintje in. Ja. Ik ga er niet verder aan bouwen nu en dames en heren, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster.